Welkom bij Podium Bollenstreek, een programma geheel in het teken van kunst en cultuur in de Bollenstreek. Met gasten aan tafel uit de theater- en muziekwereld, kunstenaars, schrijvers, boekrecensenten en mensen die alles weten over de historie van de dorpen. U heeft dit waarschijnlijk langs de wegen rond Noordwijk zien hangen. Daar gaan we het over hebben. Het eerste onderwerp, de keuken in de Gouden Eeuw. Daar wordt een lezing over gegeven. De najaarslezing van de Oude Dorpskern door Menko Wiersma. Hij is hier aan tafel aangeschoven. Maar we praten eerst met Karel Rekers over de erfgoedprijs die voor het eerst wordt uitgereikt. Voorafgaand aan de najaarslezing. Welkom allebei, Menko en Karel. Fijn dat jullie er zijn. Voor het eerst een erfgoedprijs. Karel, waarom in het leven geroepen? Wij hebben ongeveer 3 jaar geleden met de gemeente Noordwijk hebben we het 25 jaar beschermd dorpsgezicht van Noordwijk geëvalueerd. Van wat is er nou goed gegaan in de afgelopen 25 jaar, wat is minder goed gegaan. En daar hebben we ook gevraagd aan een erkend bureau van, joh, kunnen jullie ook aanbevelingen doen? En een van die aanbevelingen was van, nou, kijk ook eens of je ook positieve initiatieven kan belonen met een prijs. En op die manier zijn we daarmee begonnen. Dat heeft dan een beetje een aanlooptijd nodig gehad. En we zijn zover dat we met een jury tot een erfgoedprijs gekomen zijn. Ja, en wat houdt de prijs in? Wat krijgen mensen? Nou, in ieder geval, er zijn 4 genomineerden uitgekomen. We hebben eerst, de jury heeft eerst een longlist gemaakt, toen een shortlist. En daar zijn 4 genomineerden uitgekomen. En uiteindelijk natuurlijk ook een prijswinnaar. De prijs zal zijn een klein erfbordschildje wat op de gevel geplaatst kan worden, zodat iedereen kan zien, goh, dit is een bijzonder pand, dit heeft de erfgoedprijs gewonnen. Ja, weet je de genomineerden uit je hoofd? Ik weet ze, ja, want we zijn heel veel keer met de jury door het dorp gelopen. Jij zat in de jury, maar je mocht niet stemmen. Ik mocht niet stemmen, ik mocht wel dingen influisteren, maar dan werd er toch nee geschud. De 4 genomineerden die zijn op Lindehoek, Lindeplein, Voorstraat 54, daar is een pand gerestaureerd. Op Voorstraat 1 is een pand helemaal herbouwd. Ja. Dan hebben we op Piquetstraat 13, dat kent iedereen de nummer niet, maar als ik zeg de oude boerderij, ja, dan gaat iedereen tegenover de kapper, oh ja, zeggen, ja, die is weer helemaal gerenoveerd. Ja. En in de Doezestraat heeft er jarenlang een dichtgetimmerde bollenschuur gestaan. Ja. Ja. En die is weer door een initiatiefnemer helemaal opengemaakt, helemaal weer gerestaureerd en in oude luister teruggebracht. Ja, ja. Houden jullie rekening met, laten we zeggen, een Noordwijk-Binse stijl of bestaat die niet? Kijken jullie gewoon naar hoe het is gerestaureerd? Eigenlijk kijken we naar 2 zaken die we van belang vinden. Van wat is de uitstraling van wat er gebeurd is voor de directe omgeving. Ja. Bijvoorbeeld zo'n boerderij is een oude luister hersteld. En dat heeft een uitstraling aan de omgeving dat er geen hoogbouw plaatsvindt, et cetera. Ja. En zo heeft elk pand zijn uitstraling. En aan de andere kant ook van, joh, wat is de meerwaarde en wat is de voorbeeldfunctie die een pand heeft. Dus je kan je voorstellen dat mensen daar toch ook wel geïnspireerd door raken. Van, goh, het is toch wel heel fraai om zo'n pand weer een oude luister terug te brengen. Ja, want dat wandelt zo lekker, hè, langs die oude pandjes zo. Het maakt het wel weer heel gezellig. Ja. En aan de andere kant, ja, gezellig, maar ook wel weer terug in de tijd. En ook wel iets heel fraais. Ja. En nu hebben we toevallig ook wel 4 gerestaureerde panden genomen. Ja. Maar het had ook zo kunnen zijn dat de jury tot iets heel moderns had kunnen komen. Maar okay, het gaat erom van, joh, wat is de meerwaarde van het bouwsel of het initiatief wat er geweest is? Wat voor meerwaarde heeft het voor het dorp? Ja, en het wordt eens in de 2 jaar wordt de prijs uitgereikt. Of wanneer nodig. Hè? Niet elk jaar lijkt me wat veel ook. En wie zit er dan in de jury? Blijft die jury hetzelfde? Nou, de jury was zo enthousiast dat ze zich voor de volgende keer alweer aangemeld hebben. Ja. Kenners? Ja, precies. Nou, je moet van elk gremium wel 1 of 2 personen hebben om te zorgen dat je de verschillende kanten belicht worden. Dus we hebben echt een restauratiearchitect die uit Leiden komt. Ook een beetje onafhankelijk. Die kent Leiden of Noordwijk niet zo goed. Ja. En die is heel erg gespecialiseerd van hoe moet je restaureren, wanneer gebeurt dat goed, wanneer gebeurt dat minder goed. Nou, 2 andere hoef ik eigenlijk verder niet. Dat is Harry Salman, kent Noordwijk en de geschiedenis en de erfgoed natuurlijk erg goed. Ja. Hein Verkade, ja, kent eigenlijk weer de verhalen heel erg goed. Ja. Ook van belang natuurlijk. En iemand vanuit de gemeente,
Ruben Daniels. En die kent eigenlijk weer het erfgoed en de regelgeving weer heel goed. En die weet ook van hoe de procedures geweest zijn. Okay. Dus zo proberen we van eigenlijk van elk tak van sport de mensen... En de mensen die in de panden wonen, wat vinden die ervan dat ze genomineerd zijn? Of nou, zeggen ze niet, nou, het zijn niet de mensen die in de panden wonen. Het zijn echte initiatiefnemers geweest die tot dat pand gekomen zijn. Dus je kan je voorstellen... Maar de mensen wonen erin. Nee, Voorstraat 1 is ontwikkeld door meneer Van der Wiel. Ja. Die is dus, echt initiatief. Dus voor hem is de prijs, niet voor hem is de, ja, hij heeft initiatief genomen. En ook Voorstraat 54 met de hoek met de Lindenplein. Dat is door een projectontwikkelaar gedaan. Ja. Ook ontzettend fraai gedaan. Echt met oog en voor het detail. Ja. En die krijgt de prijs. Het is echt de initiatiefnemer. Dus het bordje komt op het huis. Het schild. Bordje, precies. Het schild precies, komt op het huis. Precies, we zijn heel nieuwsgierig. We horen dat vrijdagavond aanstaande. Want op die avond daarna, Menko, de keuken in de Gouden Eeuw. De Gouden Eeuw. Ja. Hoe kwam je hiertoe om hier een lezing over te gaan voorbereiden, regelen? Het is een prachtig schilderij, stilleven van... Allerlei lekkers, zou ik zeggen. Ja. Wat heeft een goede keuken in de Gouden Eeuw met Noordwijk van doen? Nou, de eerste vraag was waarom ben je ermee begonnen? Ik moest in 2010 die lezing geven voor de Blaakop. Ja. En dat was toen al eigenlijk een verrassing voor mij wat ik allemaal ontdekte. Ik heb 2 jaar later in Veldzicht een lezingje gegeven over de Tuin van Holland. Dat is het gebied rond Leiden. Kijk, als je naar de literatuur en al die boeken... Je had het maar steeds over die Tuin van Holland. Ja. Ook over die Blaakop, maar vooral de Tuin van Holland. En dat was ook al in Franse literatuur gekomen. 2-3 jaar geleden heb ik diezelfde lezing gegeven in Archeon. Ook over de Tuin van Holland. Maar sindsdien is er Amerikaanse literatuur eigenlijk bovengekomen. Er is een heel groot wetenschappelijk werk gezet... waarin opeens het gebied rond Leiden op de kaart is gezet... wat betreft de culinaire geschiedenis. Aha. En... Dat was toch echt nieuw, maar daarmee kon ik wel invullen wat ik eigenlijk al een lezing altijd al had gegeven. En het blijkt zo te zijn, tenminste dat noemen de Amerikanen nu, dat er 8 belangrijke momenten zijn geweest voor de internationale keuken. En de 6e belangrijkste moment was rond Leiden in de Gouden Eeuw, toen de zogenaamde middenkeuken ontstond. Je had de hoge keuken van de adel, je had de lage keuken van het volk. Maar wij werden natuurlijk, onze burgerij werd opeens heel rijk. Er kwamen overal specerijen binnen, de suiker kwam binnen. We ontdekten de veeteelt. We hadden allerlei kennis die vanuit België was gevlucht naar Nederland. In de namen van Rembert Dodoen en Clusius, die allemaal nog in de straatnamen van Noordwijk wel terugvinden. Ja, en die hebben de Franse keuken eigenlijk meegenomen, de Bourgondische keuken, en rond Leiden neergezet. En dat is een heel verhaal geworden. Maar dat wij echt... een onderdeel van de culinaire geschiedenis waren. Ja, dat was leuk. Mij ook nog eigenlijk onbekend. Ja, leuk. Nou, we wisten wel natuurlijk van de kruidenteelt in Noordwijk. Maar ik heb begrepen ook asperges. Ja, asperge is natuurlijk ook wel een kruid. En de wijn, zoals we nu hebben, wijngaard, was dat er al? Nou, wijngaarden waren toen nog niet. Dan was het echt nog te koud. Ja. Maar wij hadden natuurlijk gespecialiseerde veeteelt. Voor de eerste keer dat er echt boter, melk, kaas heel goed op die markt kwamen. Onze koeien gingen veel meer melk geven dan in de rest van de wereld. Er kwam kalfsvlees op de markt. Nogmaals, Rembert Dodoen en Clusius die brachten allerlei theorieën rond fijne groenten mee. En wat heel belangrijk was, dat de Universiteit van Leiden, een humanistische universiteit in de tijd nog, bracht heel veel kennis mee die vanuit Frankrijk, België, maar ook Duitsland echt naar Leiden is gekomen. En die kennis rondom biochemie, rond de microscoop, creëerde allerlei nieuwe theorieën over voedsel en spijsvertering. En men durfde voor de eerste keer rauwe groenten, salades, maar ook rauwe mosselen en dat soort zaken te gaan eten. En dat was echt een verrijking op die keuken. Dus laten we zeggen dat Noordwijk aan de kust lag en dus ook vis kon vangen, speelde daar ook een rol? Ja, Noordwijk was een onderdeel van die Tuin van Holland. Ja. Als je... De oude wateren die eindigen natuurlijk allemaal ergens in Leiden vanuit Noordwijk. Rond Veldzicht, dat was echt een hotspot, maar Offum ook. Daar kwamen de groenten, de fijne groentes, asperges, artisjok, maar ook klein fruit vandaan. En dan brachten Katwijk en Noordwijk
op één dag zelfs een keer 30.000 schelvissen in Leiden aan wal. Om even te laten zien hoe belangrijk Noordwijk als vissersplaats toen was. Ja. Ja, en dat allemaal bij elkaar opgeteld gaf Noordwijk toch wel een bepaalde plek in dat ontstaan van die Franse keuken eigenlijk rond Leiden. Ja, ja, het goede leven dus. Het goede leven. Nou ja, voordat we nu alles gaan vertellen, mensen moeten natuurlijk naar jouw lezing toe. Dat is toen. Ja, het zijn altijd ontzettend leuk, de lezingen. In ieder geval, die kunnen we bezoeken. We kunnen naar jou luisteren, naar de Erfgoedprijs. Vrijdagavond rond 8:00, of 7:30 is de inloop. 8:00 begint die in de Oude Jeroenskerk in Noordwijk. En er komt nog een verrassing langs in de vorm van een bekend historisch Noordwijks figuur die zich daar gaat presenteren. Oh, nou, je maakt het dus echt spannend. Er komt nog wat meer dan alleen een lezing. Meer dan een lezing. Ja. Erfgoedprijs, lezing en een verrassing. Nou, we zijn benieuwd. Dank jullie wel. En wij gaan naar het object. Vandaag is dat de Oude Dorpspomp in Hillegom. Een film van Rosemarie Keizer. We zijn hier bij de grote pomp aan de Houttuin in Hillegom. Dit is een natuurstenen waterpomp, gebouwd in 1740 door Jan Six. Deze ambachtsheer liet een put op de Houttuin slaan om het dorp van vers water te voorzien. De pomp was in werking totdat Hillegom in 1925 waterleiding kreeg. De pomp werkt nog steeds, maar de hengsels doen het niet meer. Die zijn vervangen door sensoren. Ik ben Jacolien van der Valk, vrijwilliger bij Stichting Vrienden van Oud-Hillegom. Ze trokken ooit volle zalen, de Sky Devils. En een van die duivels zit hier aan tafel. En ik hoop dat Noordwijkerhouders nu opspringen van hun stoelen en banken en zeggen... Oh ja, dat waren goede tijden met volle zalen. Welkom, Barry. Sky Devils, muziek maken, doe je dat nog steeds? Ja, dat doe ik nog steeds. Nog steeds? Wat was jouw zingen, gitaar? Gitaar en zang, maar mijn zang was de hoofdmoot, zeg maar. Okay. Dat is het belangrijkste. Ja, je zit hier omdat er een tentoonstelling bij Novato eraan komt. Over jullie, over de band en over wat jullie allemaal hebben gedaan. We gaan dat straks nog even over hebben, maar ik wil eerst precies weten, want ik ben geen Noordwijkerhouter. Maar voor Noordwijkerhouders zijn de Sky Devils een begrip, hè? In de 60e jaren, jullie zongen allerlei dingen. Tom Jones, Beatles, cover heet dat geloof ik, hè? Zoals nu de coverband. Ja. Jullie waren een soort coverband. Waaruit ontstaan? We zijn ontstaan uit de muziekschool van Wim van Munsteren en Jaap Schrema. In Noordwijkerhout ontstond was er een muziekschool, jaren. En meneer van Munsteren die leerde de leerlingen dus accordeon spelen. Ja. En Jaap Schrema leerde de leerlingen gitaar spelen. Daar is dus de groep uit ontstaan. We hebben dus bij hem ook veel geleerd. En die muziekschool die had elk jaar een uitvoering. En dat waren uitvoeringen van 4 avonden in de week. Of van de hele week, zeg maar. Ja, ja. En waar werden die dan gehouden? Bij de Schelte van de Geest? Of in de muziekschool zelf? Nee, bij Café de Zwaan. Café de Zwaan. Van Brahma. Okay. De gebroeders Brahma in het middelpunt van het dorp, in de Dorpsstraat. Okay. En alle leerlingen mochten dus hun kunstje doen. Zowel accordeons als gitaar. En wij waren uiteindelijk zodanig ontwikkeld dat wij die finale mochten spelen. Okay. En daar is dus de band gevormd. Ja. En toen ging het los? Ja, ook met name omdat Jaap Schrema het interessant vond. Ook om, leuk vond om ons verder te helpen. Okay. Met het muziek maken en een band vormen. Ja. Zodat wij dus op konden treden. En bleef dat dan bij Noordwijkerhout? Of traden jullie ook wel op dorpskermissen in andere dorpen? Wij traden... Bijvoorbeeld, kermis, noem maar wat hoor. Ja, veel kermissen ook. En we traden ook in de regio. En ook buiten de regio. Laat ondertussen even een ontzettende mooie foto zien. We hebben in Haarlem gespeeld, Sparendam, ook in De Veen. Jullie zagen er hartstikke mooi uit, een beetje Beatle-achtig ook, hè? Mooi in het pak. Ja, dat was de stijl, hè? Ja. Keurig netjes. Vetkuiven ook, of niet? Nee, jullie hadden losbol een beetje, lekker losse haren. Precies. Deze, was dat voor het gemeentehuis? Nee, dat is Langeveld. Oh, Langeveld, oké. Bij Strand. Dus jullie werden bekend in de Bollenstreek in ieder geval? In de Bollenstreek, maar ook verder.
Want we hebben ook in Haarlem heel vaak gespeeld, ook voor dansscholen. Ja. Want we waren niet alleen een beatband, maar ook een band met amusementmuziek. Maar we speelden ook de Foxtrots en de Engelse wals. Oh, dans, oude wals. Dansmuziek echt. In die tijd was er veel animo ook voor de dansscholen. Ja, ja. En die mensen van mijn leeftijd, die hebben eigenlijk allemaal dansles gehad. Ja. En in Noordwijkerhout was er dus een vereniging, dat heette de Instijf. Ja. En daar kwamen dus alle jongeren van mijn leeftijd of iets ouder, die kwamen daar dus zondagavond dansen op de dansmuziek die wij dus brachten. En waar dus ook de tophits van dat jaar of van die jaren gespeeld werden. Van de Beatles. De Cats. De Cats, niet te vergeten. Ja, leuk. George Baker kwam, maar dat was weer van later ja. worden. En van Dave Berry. Oh ja. We hadden een zanger en die, dat was eigenlijk wel de trekker. Want dat was de performant ja. man en die deed Dave Berry na. You've got this strange bijna, effect on me, toch was dat? Bijna net echt. Bijna ja. net echt. Maar de pastoor wist je en de kapelaan, die wisten jullie ook te vinden. Ja. 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 In de 60e jaren, dat waren woelige jaren. Wel leuke jaren, toch? Flower power. Flower power. Alles kon. Nee. Creativiteit, hè? Veel muziek ontstond, nieuwe ja. bands. Ja. En er vond een omwenteling plaats in de katholieke kerk. Oh, vertel. Vertel. De omwenteling, concreet gezegd, was gewoon dat de vieringen en alles wat dus vroeger in het Latijn gedaan werd, werd allemaal in hun eigen landelijke taal gedaan. In het Nederlands. In het Nederlands dus voor ons. Ja. En het was op een gegeven moment toch zo dat de jongeren wilden toch eigenlijk ook wel meer bij de kerk betrokken raken. Toen is er een pater, die heeft uiteindelijk een proef gedaan om een viering te maken, zodanig dat het zo populair is geweest dat iedere jongere zeker het aantrok. Ja. En de kapelaan de Munk, die had er toch wel oren naar en die wist dat wij met de band veel optraden. En die zag dat wel zitten. Die is dus naar Jaap Scherma gegaan. En dat was onze muzikale leider en coach. Hij heeft ons eigenlijk al die jaren begeleid ook. Overlegd van, kunnen wij dat niet in de Jozefkerk organiseren? Nou, het was een proef. En die proef is gelukt. En dat kwam ook wel mede doordat de teksten ook eigen gemaakt zijn. En ja. Mijn zus heeft er veel teksten gemaakt, Jaap Scherma zelf. En die teksten die waren gebaseerd op de toppers van de 60er jaren. Ja, ja. Blowing in the Wind, Turn. Ook Lia zat ertussen. Nou, fijn. Al die teksten met een beetje diepgang, zullen we maar zeggen. Ja, ja, precies, diepgang. En, ja. Maar ook die van het leven. Die over het leven gingen, de dood, het leven. Want precies. Lia ging over een meisje dat verongelukt was, geloof ik, van de Cats. Herinner ja, ik me. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Een klein voorbeeldje van een tekst. Ja. Even kijken of ik hier nog wat heb. En dat noemen jullie de beatmis, hè? De beatmis. De beatmis. De beatmis. Ja. En dat is ook toch ter ere van het 100-jarig. Dat is later gebeurd. Oh, dat is later geweest. Dit is een liedje van de Cats, die ja. ik dus zelf gezongen heb. En dat is ook zelf gemaakt, de tekst. Hoe groot zijt gij, machtige Heer, vraag ik mij af elke keer. Ik zie om me heen verdriet, leed en pijn. Wat kan de zin hiervan zijn? Nou, dan is het waarom en waarom stel ik weer elke keer. Waarom zijn mijn ogen toch verblind? Ja. Zodat ik geen antwoord vind. Ja, nou, dat is, dat je al die teksten nog hebt, Berry. Dat is wel, wel mooi. Ja, dat is bewaren. Hè. Dat doet mijn vrouw dan, doet er ook heel veel in. Ja, 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 dat heb ik gemerkt. Jullie zaten dan wel voor in de kerk. Want ik herinner me, in de Protestantse kerk werden die diensten alleen in de avond gegeven. Niet 's ochtends, maar in de Jozefkerk wel, ook 's ochtends. Ja, ochtend, de beatmis. Ja, en er was een viering om, als ik het goed heb, om 10:00 en om 11:30. Oké, 2 zelfs. Maar wij kregen dan de mis van 11:30. Zodat de jongeren wat konden uitslapen na het uitgaan. Precies, en wij zelf ook, want we kwamen dus ook vaak van dansen. Van optredens af, ja, ja, ja. En nou, die werden zo druk bezocht. En, dus was dat alle jongeren weer naar de kerk toe. Maar ze kwamen ook van alle streken, hoor. Vanuit Amsterdam, Brabant, Limburg. Kijk eens aan. Mensen die hier familie hadden, ja. of hebben. Ja. Die werd natuurlijk gebeld. En, joh, je moet eens komen kijken, je moet eens komen luisteren. Nou, elke keer was de kerk vol. En zelfs in de zomer. Het was erg heet.
En wij kwamen terug van een avond en we gingen dus om 11:30 naar de mis. Of eerder natuurlijk. Nou, er zal nu wel niemand komen, want het is zo heet en zo vol. Ja. Of zo druk. Ja. En de missen vielen van dak. Nou, verbazing alom. Het volle was kerk. Een volle kerk. Volle kerk. Mooi. En dat heeft zich... een blije pastoor leverde dat op. Nee. Nee? Barry, vertel. Nee. Anekdote. Ja. De kapelaan was razend enthousiast, maar wij hadden een pastoor en die hield van de centjes ook wel. Ja. Maar die vond het helemaal niks. Toen hebben we de pastoor zover gekregen om op een gegeven moment toch eens te komen luisteren. Ja. En toch eens te komen kijken. Ja. Toen is hij, hier is het zo'n gangpad, is hij via het gangpad naar het koor gelopen, dat achter in de kerk staat, hè, zit. Ja. En daar heeft hij dus gekeken hoe mooi of die mensen allemaal naar binnen kwamen stromen. Wij zagen hem, we stonden natuurlijk voor, we zagen hem helemaal over de rand kijken, zo, die kopje telt. Ja. Nou, de mis meegemaakt, nou, zo. Het was geweldig, zei hij. En doneerden ze ook nog wat in het mandje? Ja, dat was een volle bak. Volle bak, oké. Okay. Ja, zeker. En dus toen mochten jullie blijven? Nou, we mochten toch wel blijven. Oh, oké. Okay. Maar die pastoor die denkt, hé jongens, dat wordt een volle bak. Dus dat wordt te verdienen. Er ligt hier een enorm fotoboek, Barry. En, ja. We gaan natuurlijk die tentoonstelling bij Novato allemaal bezoeken. Maar als ik jou zo hoor, wordt het ook tijd voor een boek. Met al deze anekdotes en al deze verhalen. Want je vertelt er nu maar een paar. Maar in het voorgesprek had je er nog veel meer. En ik denk dat we daar ook enorm van zullen genieten. Maar in ieder geval begint dat met hier zie je nog een mooie zwart-wit foto ook van jullie. Bij Novato, Barry and the Sky Devils in Noordwijkerhout te zien. Alle foto's uit het boek en andere. Ja. En dan kunnen jullie lekker napraten daar, denk ik, hè, de komende tijd. Treden jullie nog op, tot slot? Gaat dat nog gebeuren? Zijn jullie weer live en kicking? Wij zijn weer begonnen, ja. Ja, en waar kunnen we jullie zien? In de kerk? Nou, ons eerste... carnaval? Waar is het? Nou, misschien wel, maar we hebben de leeftijd dat we zeggen, we gaan niet meer tot diep in de nacht door. Nee, en middag. Dus als mensen ons willen beluisteren en mee willen maken, een leuk feestje willen hebben, dan zeggen we nou, een uurtje of twee of anderhalf, dan komen wij de nostalgische muziek brengen. Leuk. Ten top. Dus. Fijn, dankjewel, Barry. Graag gedaan. Expositie dus in Novato. En er is ook een hele mooie expositie in Museum de Zwarte Tulp. En daarvoor is aangeschoven directeur en conservator Werner van der Belt. Welkom. Ja, een prachtige titel, Hollandse Verleidingen. Ja. Jij gaat mensen verleiden om naar die tentoonstelling toe te gaan. Zeker. Ik ga jou verleiden om mee te beginnen met dit gesprek. Natuurlijk ook alle mensen die dit programma bekijken. Ja, ja. De Zwarte Tulp, waar zit dat precies in Lisse? Ik moet eerlijk toegeven, ik ben er nog nooit geweest. Nee, nou mijn antwoord is, de Zwarte Tulp zit in de Bollestreek. Want het is een museum van de Bollestreek. Okay. Maar goed, de stenen moeten ergens staan en de stenen staan in Lisse. Okay. En het is in het historische Lisse, in de oude kern. En het is vlak achter het vierkant. Het is een beetje lastig in een steegje, maar het staat wel goed aangegeven. Okay. Hollandse Verleiding, hoe kwam je daarbij? Ik ben nu ruim een jaar daar directeur en ik ben gaan kijken naar wat hebben we allemaal in collectie. We hebben natuurlijk prachtige voertuigen van de bollenteelt. Maar goed, er zijn ook heel veel mensen, kunstenaars, die gereflecteerd hebben op de bollenteelt. Hè, van de tulpen tot en met bollenvelden en dat soort onderwerpen. En ik ben gaan kijken om me heen vanuit mijn netwerk of daar misschien de collectie uit te breiden was. En toen kwam ik uit bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Rijswijk. Dat is een organisatie die beheert de collectie van het Rijk. En die hadden een heel groot depot. En er waren heel veel stukken die eigenlijk aansloten op waar wij ons mee bezighouden. En is dat met name bollen en bloembollen? Ik trof van allerlei dingen aan, dus ik moest heel erg gaan selecteren. En vanuit dus die selectie ben ik eigenlijk tot 9 ramen eigenlijk gekomen. Ja. Dus is de tentoonstelling ook opgebouwd. Het viel mij op dat er heel veel hele mooie stukken uit de 17e eeuw waren. Dus dan heb ik het over bloemstillevens, bollenvelden, maar ook tulpenvazen. Uit 1920 ook hetzelfde, bloemstillevens, bollenvelden en tulpenvazen. Zit er dan een verschil in tussen die 17e eeuw en... Ja, er zit een enorme verschil. Want ik zit naar de bieten mis te denken. Dat is natuurlijk geweldig. Dus ik zit even naar het brugje te kijken. Het brugje is te maken met een paar... hele mooie 17e eeuwse schilderij die we hebben, die heel erg te maken hebben met betekenisvorming, met duiding.
Om een voorbeeld te geven, er is een klein schilderijtje van een meisje wat knielend is bij een heel mooi tulpenveldje. En er is een meneer vanuit de kansel of iets dergelijks. En die hebben een bepaalde conversatie met elkaar. Het is een prachtig schilderijtje. Hij is bij ons terechtgekomen dat we niet weten wie het heeft gemaakt en hoe het heet. En we hebben daar ook al een wedstrijd aan gewijd. Maar het is onbekend en daarom hing het daar eigenlijk in het depot. Maar voor ons is het een prachtige schat. Ja. En het is zo mooi, want het meisje dat verleidt zo van goh meneer, dit en dat en dat. Wat het betekent, we weten het niet. Het kan zijn van goh meneer, komt u mijn tulpen bekijken? Uh-huh. Of meneer, hè, dit is een graf en ik heb hier een paar bloemen op. Hè. We weten het niet. Nee. En het is zo verleidelijk. Dus zowel die 17e eeuw als dat meisje, als die meneer. En we hopen heel graag dat de mensen dat allemaal bekijken en daar een eigen beeld van geven. Mm-hmm. Nog één ander voorbeeld uit de 17e eeuw. Ja. We hebben ook een prachtig bloemstilleven van Hans Bollongier. En wat zien we daar? We zien er dus al een zwarte tulp. Dat is heel uniek. Hij stond daar in het depot en niemand heeft er ooit het opgevraagd. Geen Rijksmuseum, geen Mauritshuis. Dus denk ik, wachtend op ons. Daar staat dus een Cupido bij en er staat dus een nautilusschelp en er staat een globe. Ja. En in zoverre heeft het met de beatmis ook te maken. Dus dat mensen in de tijd heel veel geld verdienden, dat om wilden zetten in kunst. Maar tegelijkertijd dat ze ook de betrekkelijkheid van rijkdom inzagen. En ook wel heel duidelijk, dat is het verhaal van de Vanitas en de Momentum Mori, heel duidelijk zo van ons bestaan hier is natuurlijk tijdelijk. Want wat betekent Vanitas? Als het voor het woord stillevens staat. Ja, vanitas, dat zijn de stillevens met een bepaald moraliteit erin. Dus een moralisme. Okay. Zo van, het is ons bestaan is tijdelijk. Uh-huh. En wij hebben niets aan die prachtige voorbeelden op een moment van die voorwerpen. Als we het tijdelijke met het eeuwige inwisselen. Dus de tijdelijkheid, die is daaraan heel duidelijk af te zien. Dus rijkdom van de ene kant, maar ook zo van, denk eraan, het is maar voor nu. Ja, mooi. En de tulpenvazen, zijn die dan ook echt te zien? Want daar is ook ja, op het schilderij over echt de vaas. Er staan, nou, om heel precies te zijn, een collega van mij, Peter Vink, die zegt altijd van Werner, het zijn geen tulpenvazen, het zijn vazen met tuiten. Oh. En de reden daarvan is, er zaten niet alleen tulpen in, er zaten ook andere bloemen in. Oh, okay. Dus op de tentoonstelling heb ik een serie vazen met tuiten. Vazen met tuiten. Uit de 17e eeuw. En dat is dan heel specifiek een plateelfabriek. De Griekse A uit Delft. Okay. En daar zitten inderdaad allemaal van die prachtige oude stukken. Je kent het wel van het blauw-witte. Ja, mooi. Dus daar hebben we een serie van. Dan heb ik een serie uit 1920 ongeveer van de porseleinen fles. Dus dat is natuurlijk een andere belangrijke plateelfabriek. En dat zijn specifiek de stukken dan van Leo Senf. Dat was een van de belangrijkste ontwerpers. En Leo Senf is hier in Katwijk natuurlijk weer heel belangrijk. We hebben hier ook een Leo Senfstraat zelfs. Ja, hij kwam hier vandaan. Ja. Dus op die manier ben ik allerlei verbindingen, ook met de Bollestreek. En natuurlijk op die manier die tentoonstelling in elkaar aan het zetten. En het leuke is, in de jaren 80 heb je dus weer een soort Dutch design. Dat ken je wel, hè? Dus dat de Nederlandse vormgevers furoren maakten in de wereld. Ja. En wat was het nou precies? Ze hebben dus oude thema's gepakt, maar daar dus een heel modern, soms een beetje ironisch grapje van gemaakt. En in dit geval was het ontwerper Leo van der Vaart, die heeft dus het hele idee van die tulpenvaas, sorry, vazen met tuiten, heeft hij dus nieuw leven ingeblazen, dus enorme vazen. Maar goed, die zijn dus eigenlijk als object. Dus ze zijn uit drie verschillende periodes, zijn het dus eigenlijk drie verschillende thema's gepresenteerd op de tentoonstelling. Mooi. En alles heeft te maken met bollen, bollenstreek, tulpen. Alles heeft alles te maken met bloemen. Mooi, knap gedaan. Bollen. Lijkt mij als ik het zo hoor. Ja, maar ik heb het niet alleen gedaan. Oh. Kijk, wij zijn een organisatie met 80 mensen maar liefst, 80 vrijwilligers. En die zijn natuurlijk het echte kapitaal van het museum. Die maken er keihard werken ervoor. En ik mag daar leiding aan geven. Klinkt goed. Wanneer wordt de expositie geopend? Zaterdagavond is de opening, zondag is het voor het publiek zichtbaar. En nou ja, ik hoop dat iedereen natuurlijk kijkt, want het is uniek en voor en het museum. En er naartoe gaat, ja. En ik, even tot slot, ja. Ik heb begrepen dat er ook een kinderboek wordt goed gemaakt. Dat je erover begint. Ja. Ik kom zelf eigenlijk, ik heb twee professies, ik kom ook uit onderwijs. En ik vind dat de communicatie in een museum, een tentoonstelling, heilig is. Je moet altijd kijken, voor wie doe je het, waarom doe je het.
En juist hier in de Bollestreek met een hele generatie kinderen die opgroeien, die natuurlijk van ons moeten weten, waar woon je eigenlijk? Ja. Hè? Wat is je cultureel erfgoed? Wat zijn je wortels? En we willen dus juist die kinderen, willen we dus in plaats van een catalogus komt er een kinderboek. Ja. En het kinderboek gaat heel erg in zo van wat is een tulp, wat zijn kleuren en hoe verhouden wij ons eigenlijk tot het cultureel erfgoed en die bollen. Want zeg nou zelf, het is prachtig die bollen. En het is zo mooi. Het is een product wat natuurlijk over de hele wereld furoren maakt. En Cécile de Bie heeft het gemaakt? Ja. En is dat dan speciaal voor deze tentoonstelling? Speciaal voor deze tentoonstelling. Ja. Zij heeft eerder boeken gemaakt, maar dan echt Hermitage in Amsterdam. Museum of Modern Art in New York. En samen met Reinoud Lehner hebben ze dit boek gemaakt. En ik kwam ze tegen en het was meteen een match. En we zeiden van, joh, we doen het voor de kinderen. Kinderboek over bloembollen en bollen. Dat is natuurlijk de nieuwe generatie. En daar doen we het ook voor. En voor de ouders die natuurlijk dat ook meekomen. Komt dat zien, zou ik zeggen. Naar de Hollandse Verleidingen in het museum De Zwarte Tulp. En wij gaan naar Kunst op straat, dit keer in Lisse. Een granieten blok met een glasstructuur. In Sassenheim staat het oude koningshuis, een mooi, waardig pand. En daar gaat een lezing over gegeven worden door Petra Rozen. Zij is kunsthistorica en je doet dat voor de stichting Oud Sassenheim. SOS. De SOS, SOS. Ja. Ik fiets er even langs, prachtig. Waar ligt het precies voor de kijker die niet weet waar we het over hebben in Sassenheim? Het ligt in het zuiden van Sassenheim, zeg maar bij het oude gemeentehuis. En tussen het oude gemeente en het nieuwe gemeentehuis in, als het ware, daar ligt het. Okay. Omgeven door bomen, hoge bomen. En, het is prachtig. Prachtig. Ja. Maar ja, mooie plek. Het staat nu te koop, daar hebben mensen gewoond, maar het heeft een hele historie. Het is ook een restaurant geweest, een partycentrum, je kunt het je niet voorstellen. Nee, het heeft heel veel bestemmingen gehad. Het is, wanneer is het gebouwd? Zullen we gewoon eens een beetje bij het begin beginnen? Nou ja, in de kelder van dat gebouw, daar zijn dus kloostermoppen gevonden, wat aangeeft dat het waarschijnlijk al in de 13e eeuw, dat er toen al bebouwing was. Er zit ook een tongewelf in die kelder. Het is maar een klein stukje van de kelder. Dus je zou kunnen zeggen, vanaf de 13e eeuw heeft daar wel wat gestaan. Een woontoren of een stenen huis. Dat was vaak of een kleine donjon voor de veiligheid. En daar konden mensen zich in terugtrekken als de gevaar dreigde. Maar de echte geschiedenis, dat we er echt wat van af weten, is eigenlijk vanaf het begin van de 17e eeuw. Ja. Daar begin ik ook eigenlijk wel mijn verhaal. Want het huis heeft 35 eigenaren gekend. En 35 eigenaren bewoners. Dus ja, het heeft een enorme geschiedenis. Je heet het Koningshuis. Is het ooit in het bezit van een koning ook geweest? Ja, het is in het bezit geweest van een koning. En dat is... ik denk niet dat de koning er ooit gewoond heeft. Dat was koning stadhouder Willem III. Die erfde het van een hele verre tante van hem... prinses Juliana Catharina, prinses van Portugal, die liet het hem na. En, een leuke doodje. In 1680 en hij heeft het weer verkocht in 1700. Maar in die tussentijd is hij koning geworden van Engeland en heeft hij de Glorious Revolution geleid. Hij heeft zeg maar zijn schoonpapa, hij was getrouwd met Mary Stuart, de dochter van de Engelse koning, en hij heeft zijn schoonpapa verjaagd. Die was katholiek en de Engelsen die wilden geen katholiek, dus ze hadden... onze stadhouder uitgenodigd om koning te worden. Dat was overigens heel pinterbaasje, want hij was op zijn 22e jaar was hij al generaal van het staatse leger, van het leger van de Republiek. En stadhouder van 5 gewesten van de 7. Het was echt een...
Maar ja, ik neem aan dat hij wel kinderen had of een neefje die daarin kon gaan wonen. Dat er toch iets koninklijks... Hij liet die tante die het hem nagelaten heeft, die het trouwens voor een exorbitant bedrag gekocht heeft. Iets van 23.600 gulden in de 17e eeuw. Dat is echt een fortuin. Die heeft het hem nagelaten. Dat huis daarna werd overigens met een weilandje minder hier en daar voor meestal 4.000, 6.000 gulden verkocht. Ik denk dat die mevrouw behoorlijk getild is in die tijd. Ja. Tenminste, dat denk ik maar zo. Ja. Hij heeft het gehad van 1670 tot 1700. Hij heeft er nooit gewoond. Oké. Dus het stond leeg. Nee, oh, dat was de vraag. Ja. Nee, die tante die liet er twee nichtjes wonen. Twee armlastige nichtjes. Okay. Prinsessen. De prinsessen Portugal. Van Portugal. En het oude koningshuis heette het prinsessenhuis voordat het koningshuis werd. Oké. Okay. Ja. Leuk. Dus er zat een opbouw in, zeg maar. Ja, ja. En hoe verandert het dan na die 32 eigenaren zo'n beetje dan? 35 ja. Naar een partycentrum. Dat is wel een enorme... Ja, het is zelfs een fietsenwinkel geweest. Een fietsenwinkel? Een fietsenwinkel, ja. Wonderlijk. En het is ook nog een school geweest. En een kostschool. En partycentrum, restaurant, hotel. Ja, hoe dat zo komt, dat weet ik niet. Dat is in de 20e eeuw is dat gebeurd. Het is, denk ik, slecht onderhouden. Dat is het ook altijd met die prachtige panden. Hè? Dat het onderhoud kost heel veel geld. Heel veel maar geld. Ik neem aan dat zo'n pand als dit wel een soort monument officieel... Ja, het is een rijksmonument. Ja. Ja. En geven die geen geld dan voor het onderhoud? Nou, ik denk dat je belastingtechnisch er wel wat voordeel van kan hebben. Maar ik denk niet dat er heel veel voordeel aan zit. Nee. Je moet je zelfs eerder aan regels houden. Ja. Ja, zeker. Dat is het. Dat heeft, het is nu overigens, het staat te koop, zegt u terecht, en het is gerestaureerd. En het is gerestaureerd door de heer Romein in 2004. En die heeft het toen gekocht. Hij woont er nu niet meer door omstandigheden. En hij krijgt dit boek aangeboden. Okay. Want hij heeft het initiatief genomen om dit boek te laten schrijven. Vragen, want wie heeft de behoefte en waarom om er een boek over te schrijven? Nou, meneer Romein, het is een mooi verhaal natuurlijk. En het is een heel... Hij hield heel veel van dat huis. Het is ook mooi, deze. Ja, dat is prachtig. Een leuke tekening. Het is ook een huis hij hield waard van het... om de geschiedenis van te schrijven en te bewaren. Dit is heel erg gedetailleerd. Prachtige foto's erin. Het is geschreven door meneer Peks, Rob Peks. En het is eigenlijk al in het begin 2004 is het begonnen met dit boek. Zo lang al? Ja, het heeft heel lang op de plank gelegen. En de stichting Oud-Sassenheim, die geeft het nu uit. Oké. Okay. En die meneer die er woonde, die het aangeboden krijgt, die woont hier niet meer? Nee. En waarom niet? Het is, lijkt me geweldig om daar te wonen. Ja, maar je moet het ook wel kunnen betalen natuurlijk. En soms gebeuren er dingen in je leven waardoor het misgaat en dat je er niet meer kan wonen. Dat is toch wel mooi dat er zo'n boek is nu, hè? Ja, heel mooi. Ja. Het is een fraaie uitgave. Prachtige foto's. Zowel van wat we dan foto's uit van eigenaren uit de 19e eeuw zitten de portretfoto's bij. Maar ook van zoals het was in de tijd van Romein. Heel mooi aangekleed, rijk. En van de tuin. Dat staat er allemaal in. Prachtige marmeren vloeren ook. Marmeren vloeren, marmeren lambrisering in de hal. Ja, zo heet dat. Een mooie bibliotheek. Ja, maar er zit bijvoorbeeld wel een nieuwe keuken in. Maar wel mooi. Ja, echt een beetje een Engelse keuken. Ja, ruim. Ruim. En er zit dan een eetkamer bij. En dat alles in het... Niet in het souterrain, zeg maar. En daaronder heb je dan nog weer een kelder. Of daarna. Helemaal precies weet ik het niet. Ik moet het nog eens gaan bekijken. Wanneer gaat dat gebeuren? Want dan... Aanstaande woensdag mag ik erin. Want ik heb gezegd, ik wil best wel dat verhaal houden. Ja. Een heel summier verhaal zal het worden, want ik heb 20 hele minuten gekregen om erover te praten. Maar meestal krijg je er dan wel 10 minuten gratis bij, hoor. Dat weet ik niet. Oh, okay. Ik weet niet of ze streng zijn, Stichting Oud-Sassenheim. Maar ik heb wel gezegd, ik zou heel graag eens in dat huis willen om het gevoel erbij te krijgen. En dat ik dan ook een. Want van alleen foto's, ik weet bijvoorbeeld niet of dat souterrain nou op hetzelfde niveau is als de kelder. Mm-hmm.
Dat lijkt me wel. Want meestal in dit soort huizen was de soutane, was de keuken. Maar die is er ook, ja. Nog steeds. Vroeger, hè, de dienstmeisjes, ja, die werkten een beetje onder het niveau. Ja, die hadden vaak alleen heel hoog bovenin daglicht. Een kamertje, ja. En dan een kamertje op zolder. Ja, mooi verhaal. Fijn dat het boek er is, denk ik. Het is te koop ook, die avond. Het is te koop. Dat is woensdag, 13 november om 8 uur. Precies, 13 november om 8 uur in de Julianenkerk in de Julianenlaan in Sassenheim. En dat is dan een hele avond met de uitreiking van het boek. Ja. En een interview met de schrijver. En dan mijn verhaaltje natuurlijk. Ik speak eventjes. Ja, speak maar. Ja, want ze hebben altijd vaste onderdelen. De Stichting Oud-Sassenheim op zo'n avond. Ja. Dan is de bekendmaking van de winnaar van de enquête naar het ras van Sasje. Nou, wie is nou Sasje? Ja. Sasje is een hondje uit de 17e eeuw. Die is begraven op het terrein, ooit begraven geweest op het terrein van... van het Oude Koningshuis. En tijdens de restauratie hebben ze ook archeologisch onderzoek gedaan op het terrein. De restauratie van 2004. En toen hebben ze de bordjes gevonden van een hondje. Een grafje van een hondje. Maar daar ook bij het naamplaatje van het hondje. Dat zat dus schijnbaar nog om zijn nek. Nou, ze hebben het naamplaatje bewaard. En ze hebben de bordjes ook tevoorschijn gehaald. Want die waren er nog. En ze hebben een enquête uitgeschreven van wie kon bedenken welk ras het hondje was. Okay. En de winnaar wordt die avond bekendgemaakt van het ras van Sasje. En dan is het nog altijd de gouden ouwe. Kent u deze nog? De Sassemers. Dan komen de dia's en dan kan iedereen zeggen... Oh ja, nee, maar dat was Piet van, weet je wel, van die woonde naast Corneel en zo. Ja, ja. Weet je nog wie? Het is dus woensdag 13 november, 8 uur in de Julianenkerk aan de Julianenlaan. Nou, ik wens jullie een hele mooie avond met z'n allen. En dan is dit boek dan ook te koop, neem ik aan. Zeker, ja. Zou ik, als ik in Sassenheim zou wonen, hè? Dat het boek gewoon een soort, echt zo'n koffietafelboek is. Het is een koffietafel. Mooi koffietafel. Met mooie plaatjes. Met mooie plaatjes. Dankjewel, Petra Roos. Graag gedaan. En wij gaan naar de selfie. Hallo lieve kinderen van Noordwijk. Ik ben de Vlogpiet. Ik ben alvast met een paar pieten naar Noordwijk gekomen om de dingen voor te bereiden voor de intocht. Want over een paar weken komt Sinterklaas alweer naar Noordwijk. Vanavond zijn we in de Hoofdstraat om alvast wat inkopen te doen van jullie verlanglijstjes. Zijn jullie allemaal lief geweest? Stop hem dan vooral straks in je schoen. En wie weet komen wij er wat in doen. Hé, hey, daar zijn mijn pieten. Hoi pieten. Hoi. Wat zien jullie? Ken je dat niet? Nee. Dat doen ze allemaal in Nederland. Kijk, ik heb nog een filmpje gevonden. Kijk hoor. Dat doen ze allemaal in Nederland. Links doen. Rechts. Ken je dat niet? Nee. Ik heb het al links. Naar rechts. Hé. Hey. Ja. Dat is leuk, hè? Dat ziet er echt super gezellig uit. Ja, dat is ook echt heel leuk. Hé, ik krijg een leuk idee. Is het niet leuk als we dit nummer op het plein doen? Als Sinterklaas naar Nederland komt in Noordwijk. Dat is superleuk. Ik ga meteen de muziekpiet bellen om te vragen of hij een nummer erop wil schrijven voor Sinterklaas. Ja. Ja? Oké, okay, gaan we dat doen. Hé, zoeken jullie nog even verder? Dan zeg ik even dag tegen de kinderen. Oké. Okay. Oké, ik ga snel de muziekpiet bellen om een Sinterklaasliedje te schrijven. En dan doen we dat nummer met z'n allen op de intocht voor Sinterklaas. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vindt. Delen en liken jullie allemaal onze Facebookpagina. En tot de volgende vlog. Doei doei! U thuis heeft hier niet aan tafel gezeten vandaag, maar heeft u toch een podiumactiviteit waar u reclame voor wil maken? Het kan zijn de Klaar voor Jasavond of het optreden van een koor, een modeshow of een mooie lezing in een ander dorp. Dan maakt u een filmpje van ongeveer een minuutje en stuurt dat naar podiumbollestreek@bollestreekomroep.nl. En dan bent u volgende week ook te zien in deze uitzending. Dit was Podium Bollestreek. Ik dank mijn gasten aan tafel. Ik dank u thuis voor het kijken en graag tot volgende week.